Hoe gaat het met honkbal, softbal en b-ballvereniging De Uitsmijters? Kortom, Uitsmijters 55. 67 jaar geleden opgericht en eindelijk verhuisd van het Maatveld naar de Maardijk op Sportpark Ossekoplerhoek. Ja, het gaat eigenlijk erg goed. We zijn ontzettend blij met het nieuwe veld. Mooie aanwas van nieuwe leden, van kleine kinderen die honkbal en softbal ontdekken. En dat zijn er een behoorlijk wat, hè? Dat zijn er aardig wat. De teams stromen mooi vol en we kijken uit naar een mooi seizoen wat over 2 weken gaat beginnen. David, wat is zo leuk aan honkbal? Mijn voetbal, daar moet je dan proberen om de bal in een goal te krijgen. Beide teams doen dan hetzelfde, maar bij honkbal is dat heel anders. Het ene team moet lopen en slaan, het andere team moet de bal vangen en zo. Dus het is een beetje afwisselend. Ja. Er is nog één ding wat aan jullie geluk voorlopig ontbreekt en dat is een nieuw clubgebouw. Hè? Hoe zit het daarmee? Dat klopt. Het clubgebouw is nog niet gerealiseerd. We hebben wel alles rond qua begroting. Alleen kwam er een onverwachte verrassing bij dat wij... Dat alle nieuwe gebouwen aan de BEN-regeling moeten voldoen. Dat is een bijna energie-neutraal gebouw. Wat inhoudt dat wij zonnepanelen en warmtepompen moeten gaan aanschaffen en installeren. Nou is dat geen miljardairsclub en er is geen Russische oligarch die komt inspringen. En toch gaat het behoorlijk wat kosten. Hoe wordt dat bijeengebracht? Dat wordt bijeengebracht door donaties van leden. Maar ook familieleden, vrienden, familie, bedrijven. En dat doen we in de vorm van een sponsor- en baksteenactie. Nou, leg eens uit, een baksteenactie. Wordt het van bakstenen gebouwd? Het is een prefab gebouw, maar we zullen een virtuele bakstenen muur binnen in het clubgebouw zetten, waarop we de namen gaan schrijven van iedereen die bijdraagt door een baksteen aan te schaffen. Of meerdere, dat kan natuurlijk ook. En om wat voor bedrag gaat het eigenlijk? In totaal, qua investering, komen we uit op zo'n 10.000, 12.000 euro. Daar gaat nog wel iets subsidie van af, natuurlijk. Maar ja, een substantieel bedrag wat we niet 1, 2, 3 hebben klaarliggen. Dus daar moeten we creatief mee omgaan. Hans Kleinsman, hoe zie jij de toekomst van Honk, Softball en B-Ball Club, De Uitsmijters, in? Eigenlijk rooskleurig. Er is ontzettend veel nieuwe energie vrijgekomen door de verhuizing, door het nieuwe veld. Veel aanwas van nieuwe leden, veel positieve reacties op Facebook en een grote bereidheid tot te helpen bij het klussen bijvoorbeeld, bij het aanleggen van de dugouts, het verbeteren van het veld en straks bij de bouw van de kantine natuurlijk. Veel trainen? Jazeker, vooral voor wedstrijden. Want zoals ik al zei, je moet goed kunnen slaan, goed kunnen vannen en dat vraagt over een boel training. Hebben jullie een leuk team? Ja.